Zijn bureau We Film maakt de meest toffe video's voor klanten. Wat zijn zijn creatieve lessen en zijn ondernemerslessen? Hij is mijn gast, Bas Welling. Welkom bij CVD-TV. Bas, harte welkom. Dankjewel, Ronnie. Jij was eerder te gast hè, op CVD. Ja, een tijdje geleden. had je zeven, hè? De kleur haar was iets anders. Ja, veel zorgen gehad of is het gewoon een natuurlijk proces? Dubbelvader geworden, dat zal het zijn. Ah. Hè? Leuk dat je er bent. We gaan praten over WeeFilm. Uh, uh, misschien leuk voor de uh, kijkers om toch heel even kort in twee zinnen even de pitch te doen wat jullie doen en misschien waar sommige van je, zeg maar, kijkers jullie van kunnen kennen. Ja, dus uh, Wi-Film is een uh, creatief bureau voor impact. Eigenlijk gebruiken wij uh, creativiteit, we filmen met film in ons, uh, in ons core DNA. Om, uh, om mensen te raken en vervolgens tot uh, gedragsverandering om te zetten. Um, ja, we merken dat, uh, dat bedrijven uh, steeds vaker een maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken, ja. uh, daarvoor op een bepaald domein uh, impact willen maken. En wij zijn eigenlijk gespecialiseerd geraakt in uh, ja, hoe kun je met creativiteit. Mensen, mensen, mensen raken en vervolgens tot, uh, ja, tot nadenken brengen, tot uh, om, uh, om uh, tot ander gedrag te komen. En video of film is daarin de talen die jullie spreken. Ja, het is, ja. uh, is, is inmiddels ook al een stuk breder. We maken behoorlijk uh, brede campagnes. Maar ja, uh, Filmcraft, uh, de, de, het filmambacht zit helemaal in de core van wie we zijn. En we ja. zien ook dat dat uh, het medium is om mensen echt, uh, echt te raken. Noemen ze een productie of een campagne van de, de laatste periode. waarvan je zegt van nou, die, die springt er wel uit. En die hebben veel mensen misschien gezien. Nou, we hebben een aantal campagnes gemaakt op verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld samen met uh, Interpolis. Miss uh, niks was dat toch? Miss niks. Daarvoor ja. hebben we Small verliefd gemaakt met Snelle, waarin hij een. Ja. Een liedje schreef over een jong stel dat, uh, dat, ja, dat, dat verliefd raakt, maar uiteindelijk blijft appen op de fiets. En dat, uh, dat eindigt helemaal verkeerd. Mm. Dat werd de nummer één heet en de afgelopen jaren hebben we de opvolger gemaakt, Miss Niks. Een, uh, een nummer van Danique, dat gaat over uh, ja, een meisje die aan het appen is op de fiets, volgens aangereden wordt. Maar daarna zien we alle verhalen, alle plannen die ze nog had voor de toekomst. Uh, en dat wil je allemaal niet missen door dat, uh, door dat ene appje. Ja. Uh, ja, het zijn voorbeelden van manieren om, om, ja, om een moeilijk te bereiken doelgroep. Uh, te bereiken met een boodschap die, die binnenkomt. Ja, en de, 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 ik naam is straks ook even op dat creatieve proces induiken. Want ik heb toevallig, ik ben dagvoorzitter voor de kijkers... die kijken van, die, wat is een dagvoorzitter? Ik begeleid zakelijke congressen. Ja. En toevallig een paar weken geleden op een uh, congres van Frankwatching... werd de hele case van Miss Nix uh, behandeld... door een collega van jou en uh, een dame van Interpolis. En toen werd mij ook duidelijk wat er allemaal aan research... en onderzoek zeg maar, aan vooraf uh, zit voordat je uiteindelijk zo'n filmpje kan maken, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat creatief proces interessant. Maar even voor de mensen, ik stop een link in de beschrijving... naar de video van zeven jaar geleden inmiddels... waarin Bas uh, onze gast was. Daarin zei je een aantal dingen. Dus even kijken of er dingen veranderd zijn. Ja. Uh, zeven jaar geleden zei je... we krijgen ongeveer 400 aanvragen binnen voor projecten... en we pakken er ongeveer 40 op... en de rest die laten we passeren. Uh, hoeveel aanvragen heb je het afgelopen jaar gehad? Um, nou, we krijgen nog steeds meer aanvragen dan we doen. Ja. Maar we zijn inmiddels ook echt een heel ander bedrijf geworden dan zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden waren we een bedrijf wat, uh, wat, wat reclame, bijzondere reclames maakte. Ja. We hebben eigenlijk een heritage in, in viral video's. Ja, zou toen, heten, toen heette dat nog virals. Precies. Ja. Uh, films die dusdanig uh, bijzonder spraakmakend zijn. dat ze de wereld overgaan, uh, miljoenen views halen. Ja. En uh, ja, dat was een wat andere markt dan uh, waar we nu mee bezig zijn. Wij voelden eigenlijk op een gegeven moment. Wacht even, dat toverdrankje om miljoenen mensen online te bereiken, als we dat nou eens inzetten voor dingen uh, die, die belangrijk zijn, die maatschappelijk nodig zijn, uh -huh. dan, kunnen we, dan kunnen we dat anders, uh, anders inzetten. Dan word je waardevoller als bureau? Um, ja, het ligt er een beetje aan hoe je waardevoller definieert. In ieder geval voor onszelf wel, want wij nee. hebben zelf, hadden zelf heel erg de behoefte om, om van waarde te zijn, om uh, breder van waarde te zijn dan alleen bedrijven aan kijkcijferhits helpen. Um, ja, we maken ons maakten en maken ons zorgen bij wijze van spreken over de toekomst van onze kinderen. En dan waren wij uh, uh, leuke commercials aan het draaien in Amerika voor, uh, voor Red Bull. Wat, wat draag je wezenlijk bij? Mm. Um, en daarom hebben we dat bedrijf uh, ja, eigenlijk behoorlijk radicaal op de schop gegooid. En nu proberen we met dat creatieve talent op belangrijke thema's uh, mensen uh, de, tussen de oren te krijgen dat er verandering nodig is. Wat heb je dan op de schop gegooid? Wat, heb je dan anders, wat, wat, wat betekent die turnaround dan? Maak die eens concreet. Nou, Allereerst dat je, dat je tegen andere uh, vraagstukken, tegen andere opdrachten ja en nee zegt. Ja, um, uh, ja we zijn eigenlijk. Uh, we hebben behoorlijk uh, uh, van het een op het andere moment eigenlijk gezegd: dit gaan we niet meer doen. En dit willen we vanaf nu wel doen. Hm. Dan begin je eigenlijk een beetje opnieuw. Uh, je begint eigenlijk weer met pionieren. Het was best wel weer een hele ondernemende tijd, omdat je eigenlijk een nieuw bedrijf start. Uh, terwijl dat bedrijf al wel een heritage en een roots en een legacy heeft opgebouwd. Mm -hmm. um, maar ook de mensen die bij je werken, dat worden andere mensen. Uh, dat worden mensen met andere intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag ook te gaan. Ook een wisseling van mensen dus? Ja, dat gaat niet van de een op de andere dag, maar nee. in de loop der tijd kun je dat wel zeggen. Op ja, dit ja. moment hebben we echt een team met mensen die allemaal uh, elders werkten en dachten: oké, okay, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben mijn talent uh, toch een beetje aan het verkwanselen doordat. Uh, uh, overgeleverd aan de commercie, aan, aan dingen te besteden... waar ik eigenlijk niet zoveel mee heb... terwijl ik mm -hmm. me zorgen maak over de wereld. Mm -hmm. Dat is het team wat we nu hebben. Mensen die allemaal hun, hun talent, wat ze ook hebben... willen inzetten voor een betere wereld. Kun je ook op een andere manier doen? Zoals? Uh, Non-profit. Ja. Uh, 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 ja, of, of van alle manieren. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen van... Je, je bent nu nog steeds met commerciële bedrijven en commerciële opdrachten bezig. Is dat een bijna filosofische discussie? Je kan activistisch zo worden. Uh, ik merk het namelijk om me heen hè, dat heel veel mensen die. Zeg maar, er was een tijd dat de, de activisten, dat waren de linkse rakkers, zeg ja. maar. Nu zie ik in één keer LinkedIn connecties die bij Taterstiel naar binnen dringen. En uh, die zich ergens op de A, wat is het, bij Den Haag uh, gaan, vastketenen. gaan vastketenen. Het wordt urgent, zullen we zeggen, dat er echt shit veranderd moet worden. Dus ik kan me voorstellen, als je die discussie echt tot in de haarvaten voert, dat je je ook zeg maar, moet afvragen. van, Blijven we wel in opdracht van commerciële bedrijven reclame maken. Ook ja. al is het integer. Nou zeker, daar uh, misschien eerst even je eerste van Je kunt ook hele andere dingen doen. Dat, dat moment was ook bijna daar. Ik ben het bedrijf ooit begonnen met mijn broers samen. Ja, met rol. En er was een moment dat hij, uh, dat hij zei volgens mij, uh, ik ben nu weer de zoveelste McDonald's commercial aan het maken, terwijl ik me s'avonds zorgen maak. Misschien moet ik er helemaal mee stoppen en uh, bij Milieudefensie gaan werken. Ja. Um, totdat we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden: of zou het ook mogelijk zijn om het bedrijf dat we hebben en de instrumenten die we hebben opgebouwd, de kennis die we hebben opgebouwd, zouden we dat ook kunnen inzetten om uh, nou, wel te doen wat we wat we voelen. Uh, en dat zijn we gaan proberen, zou je kunnen zeggen. En dat, dat, uh, dat pakt er redelijk goed uit. Maar dat, dat had weinig gescheeld of hij ja, uh, had ja, die precies. stap gemaakt. Ja, dus, ja. Uh, en dan het punt van, inderdaad, voor wie werk je? Uh, we werken ook voor een divers... Want we werken nu bijvoorbeeld voor Milieudefensie. Uh, we werken voor een divers palet aan organisaties van heel activistisch... en in de kern heel goed tot organisaties die om willen en daar hulp bij nodig hebben. Maar we hebben onszelf wel de ambitie gesteld. Van als we dit gaan doen, dan willen we ook wel graag zoveel mogelijk impact maken. Dan willen we graag niet in de marge uh, onze creativiteit inzetten. Maar op, op een grote schaal. En dan merk je dat grote bedrijven hebben grote schaal. Als het lukt om grote bedrijven een paar procent om te turnen. Dan kun je meer impact bereiken dan uh, kleine NGO's die al heel goed bezig zijn helpen om een stapje verder te komen. Ik vind er zo'n discrepantie. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt hoor. Maar dat um, aan de ene kant. Um, als we het hebben over zeg maar, de grote bedrijven waar veel aandacht op is. Hè, pak een Tata Steel of pak een Shell of pak een Coca-Cola met plastic. Of nou, pak zeg maar, grote brands. Dat aan de ene kant uh, hoor je dan geluiden vanuit die organisatie vaak. Wij zitten echt integer in de wedstrijd. En we, we geven vol gas om die wereld te verbeteren. En aan de andere kant een hele grote brok van kritiek. Vaak ook nog onderbouwd eh, met onderzoek en weet ik wat. Dat ze denken van gasten. Kappen nou, weet je wel. Jullie hebben daar een of andere oude fabriek staan, en die pist al honderd jaar kwalijke stoffen uit. En die had al 16 keer dicht moeten. En ik vind daar zo'n groot. Wief nou de waarheid in pacht. Weet ja. je wel. Jij werkt met dat soort. Kun je nou met precies die organisatie werken? maar jij werkt ook met echt commerciële, grote merken. Ja. Hoe integen zitten die gasten nou echt in de wedstrijd? En waarom schieten ze niet op? Ja, dit is natuurlijk uh, ook het dilemma wat uh, heel regelmatig bij ons op de werkvloer speelt. We krijgen een nieuwe vraag van een organisatie die om wil. En uh, vervolgens uh, ja, proberen we te kijken... Uh, is het nou een daadwerkelijke, integere, oprechte keuze... om uh, je leven te willen beteren? Of uh, is het greenwashing? Hè? Ben je ja. bezig met uh, iets dat voor de buren schone schijn uh, toont... Mm -hmm. terwijl uh, je nog steeds 90% van je bedrijf op, oude, uh, uh, op de oude, we oude wereld draait? Mm. En voor mij is bijvoorbeeld Shell op dit moment... een voorbeeld eigenlijk van het laatste. Hè? Dus Shell draait nog steeds op olie en kool. Sterker kolen, nog, het is maar in New York door de, door, de, door de chief die zegt van fuck it allemaal we gaan keihard op ons verdienmodel zitten. Ja, en Dat betekent fossiele, dan kun je het niet meer doen. Maar als je kijkt naar hun communicatie dan gaat het alleen maar over, over dat ze voorop lopen, dat ze om moeten. Dat klopt dat er niet. Ze, en dat is, dat is niet met elkaar in balans. Werk jij voor Shell? Nee. Zou je voor ze willen werken? Uh, nou, uh, die vraag krijgen we regelmatig. Kijk, wanneer we voor Shell zouden willen werken is op mom dat moment dat zij daadwerkelijk en oprecht zeggen nu is het klaar, we gaan om en daar hebben we hulp bij nodig. Hm. Maar dat moment is op dit moment niet daar. Nee. Uh, maar zoeken naar uh, hoe integer staat een partij in de wedstrijd uh, is heel interessant. We kregen laatst een vraag van een organisatie die innoveert in waterstof en daar waren we toch wel twee weken mee bezig om te achterhalen dat dit eigenlijk een initiatief van Shell was, volledig anders gebrand met een volledig andere naam, waar we uiteindelijk voor van gezegd hebben: dit ja. Dit klopt wat ons betreft niet en um, dat gaan we niet doen. Maar voordat je daar uh, achter bent, ja. uh, moet je aardig juist weer doen. Heb je wel eens een vergist dat je in de klus bent begonnen en denkt, ah damn, hadden we niet moeten doen? Of je namen te noemen als um, je niet wil. Nou, het, het is natuurlijk wel eens zo dat je, um, wat wij vaak merken, is dat uh, dat uh, degene die ons benadert vanuit de bedrijven, zijn vaak de mensen die daar werken, omdat ze die club uh, willen veranderen ja. en die denken daar hebben we hulp bij nodig. We hebben hulp nodig van specialisten in het Veranderen van organisaties naar een betere club. En die huren ons in. Uh, en dan kom je er soms achter dat uh, diegenen uh, niet het draagvlak hebben. wat je hoopt dat, het, dat ze hebben. Ja. En dat uiteindelijk zo'n initiatief dan in schoonheid uh, sterft. Dat gebeurt regelmatig. Um, want wij zetten ook hoog in. Wij wij maken geen kleine campagnes, we maken massamediale, grote campagnes waarmee we miljoenen mensen willen bereiken. Ja. En ja, dan, dan moet er draagvlak zijn in een organisatie. Anders anders val je door de mand. Zijn er niet een aantal weeffouten in het hele principe van ondernemen en, en het economisch principe in de zin van groei? Ja. En winst maken zijn dat niet achterhaalde businessmodellen. Moeten we die niet vanuit de kern omgaan? Ja, maar ik geloof ook wel dat we daarin afgelopen jaren flinke stappen aan maken zijn. Dat steeds meer bedrijven en inmiddels ook Hele grote bedrijven uh, hun maatschappelijke rol naast hun commerciële belangen zetten. En uh, zien dat, uh, dat de tijd dat we met z'n allen op de overheid rekenen dat alles in de samenleving geregeld wordt en niemand zich zorgen hoeft te maken en de enige functie van bedrijven is gewoon geld verdienen, mm. dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Mm. Uh, en nou, dat is natuurlijk wat wij zien. Wij zien dat, dat organisaties dan ook bij ons aankloppen op het moment dat ze zeggen wij willen nu. Binnen een bepaald relevant domein van het product wat wij doen, waarin we zien dat het in de maatschappij niet goed gaat, mm -hmm. willen we onze verantwoordelijkheid pakken. Mm -hmm. en, um, en daar hebben we niet in eerste instantie commerciële belangen bij. Daar stellen we ook geen commerciële doelstellingen aan. Um, maar we weten ook dat uiteindelijk consumenten dat van ons vragen en verwachten dat wij een rol hierin pakken. Ja. Uh, die creatieve, ik, ik zei in het begin in mijn intro: creatieve lessen, ondernemerslessen. Laten we die eens bij de, de, de koers bij de horens vast, <coughs> vatten. Um, als het gaat om creatieve lessen of tips, kun je, kun je, neem ons eens mee in um, hoe jullie werken. Uh, hoe ziet dat creatieve proces eruit? Ja, het, um, het, uh, het, 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 het belangrijkste is op het moment dat je impact wil maken bij een bepaalde doelgroep, is stap 1 is eigenlijk ultiem verdiepen in deze doelgroep. Uh, niet denken dat je als uh, bedrijf waar voornamelijk dertigers uh, werken, dat je weet uh, wat jongeren bezighoudt of dat je weet uh, hoe je een oudere doelgroep kunt bewegen. Uh, dus je moet in een andere bubbel gaan duiken. Je moet uh, de, de learnings en de insights uit die doelgroep halen, in hun belevingswereld duiken en vanuit daar een campagne bouwen die uh, uh, die daar resoneert. Dus dat is gewoon onderzoek? Dus dat is onderzoek. Uh, veel met, uh, met uh, jongeren in gesprek gaan. Om een voorbeeld te geven, we hebben toen die campagne met Sneller gedaan. We hebben hem een liedje laten schrijven, maar als eerste stap hebben we hem een Instagram-post laten doen. Ik ga hier een liedje over schrijven. Wie heeft er iets meegemaakt als gevolg van app op de fiets en wilde het bij mij delen? Kwamen honderden reacties uit. Vervolgens een aantal van dus zijn eigen fans uitgenodigd. En die het verhaal laten doen aan, uh, aan ons team, maar ook aan hem als artiest. En dat was uh, ja, een heftige middag, omdat je daar ziet dat levens uh, geturnd zijn... door een ongeval door het dom appje wat ze ja. op de fiets hebben gepakt. Ja. Maar dat is de inspiratie geweest voor hem om het liedje te schrijven. Uh, en dat liedje komt niet uit zijn belevingswereld... maar dat is bijna de, de vertolking ja. van de jongeren die dat hebben meegemaakt. En daardoor raakt het en daardoor wordt het de nummer één. Als hij dat zelf had bedacht, of wij het zelf hadden bedacht, was dat niet gelukt. Is dit het belangrijkste van zo'n heel creatief proces eigenlijk, dit? Dat is onderdeel 1. Dan ja. is er nog onderdeel 2, en dat is um, dat we eigenlijk zien dat het alleen aanstippen van een, uh, van een uh, maatschappelijk probleem niet voldoende is. Je moet een oplossing bieden. Dus. Uh uh, op het moment dat je alleen zegt, zie eens hoe, uh, hoe slecht het met het klimaat gaat, en uh, dan, ja, dan verspreid je eigenlijk alleen uh, de negatieve boodschap. En dat werkt niet. Zeker als groot merk moet je uiteindelijk een, uh, een, uh, een oplossing bieden. Dus een voorbeeld zit daar bijvoorbeeld, we werken jaren, al jaren samen met een groot groep artsen op het gebied van uh, rookontmoediging, uh, tabaksontmoediging. Uh, dat is ook niet eenvoudig met de vapes die nu uh, uh, enorm populair zijn. Uh, maar wat we daar zagen is dat we bijvoorbeeld de switch hebben gemaakt met die artsen. Dat zij van oorsprong alleen verantwoordelijk zijn voor, voor het behandelen van rokers. op het moment dat ze ziek zijn geworden, naar uh, preventie. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een film gemaakt waarin zij met een visitekaartje op straat naar rokers toe gaan. En vroeg of laat heb je me nodig, je hebt je mijn kaartje alvast. <laughs> uh, want uh, ja, en liever help ik je nu om er vanaf te komen. dan straks op het moment dat je ziek wordt. Uh, dus je moet een oplossing aanreiken. Hadden ze dan ook een witte jas aan? Dat zou ik nog een winter zijn. Ja? Ja. <laughs> ah, dus dat is twee. En dus ze zien ook op... dat het erectiestoornissen kan veroorzaken ah, ja. en dat het ja, ja. allerlei uh, ellende ja. kan veroorzaken ja, ja. waar je misschien nog niet aan dacht uh, op het ja. moment dat je nog niet ziek bent. Uh, dat is tweede. Dat is tweede, want ik. Maar, eh, voordat je naar. Want er zijn nog meer dingen in het proces, misschien. Uh, ja. Want de executie. Ja, precies. En de derde, uh, 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 ietsje meer op op inderdaad executie en ons, ons vakmanschap is dat. Uh, het, 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 het belangrijkst, een belangrijk probleem, met maatschappelijke problemen is dat veel mensen korte termijn leven. Hè? Uh, klimaat is in de toekomst. Uh, als ik nu rook ziek worden, is in de toekomst. Hoe breng je de toekomst naar het nu? Hoe, uh, en dat is waar film ontzettend goed kan werken. Film kan de toekomst visualiseren, kan laten zien hoe de wereld eruit ziet uh, als we nu niks doen. En kan in die zin uh, uh, ja, de toekomst beelden, de lange termijn beelden, naar het nu halen. En de kern van is... Eind de Miss mis Niks-campagne ook? Hè? Dat, toch, dat je de hele toekomst. Van dat meisje laat zien, wat ja. dus niet meer uh, plaatsvindt. Ik Precies. hoorde, ik hoorde ook van een zijproject dat jullie in die campagne hadden gedaan met die Black Box of zoiets. Ja, vertel eens. Ja, dus dat is een YouTube-serie waarin een groep vrienden iets gaat doen wat ze altijd al wilden doen: uh, parachute springen, de Efteling een hele avond voor jezelf. Uh, dat iets, hebben jullie iets... aangeboden? Aangeboden. Van, we, hè, dat, dat hebben jullie op je bucketlist staan als, als groep van acht vrienden. Dat willen we je graag een keer bieden. Maar op het moment dat ze aankomen, mag één van hen niet mee. Die gaat in een blackbox en kijkt op schermen naar hoe leuk de <laughs> andere het te... heeft. Het is de ultieme vorm van visualiseren hoe, hoe de wereld kan zijn op het moment dat je gevaarlijke dingen blijft doen. Hè. Dan, ja. dan komt er een moment. Waarop jij iets zult moeten missen, waarop ook jouw vrienden jou zullen moeten missen. Dus ja, dat is waarom het medium van film op deze thematiek zo ontzettend kan helpen. Je kunt uh, dingen visualiseren die je nu misschien wegstopt, die je liever niet wil horen, die je liever niet wil zien. Mm -hmm. uh, voor Milieudefensie hebben we een uh, film gemaakt waarin we laten zien hoe het zou zijn als de allergrootste CEO's uitspreken dat vandaag het roer omgaat. De CEO van Shell zegt. Wij stoppen met olie. Tata Stiel zegt: Wij stoppen met, uh, met, uh, met kolen. Uh, en massaal gedeeld, miljoenen keren bekeken, omdat iedereen denkt: Ja, dit is wat we willen. We visualiseren misschien wel de too good to be true scenario. Ja. Maar daar zijn wij heel enthousiast over: over het visualiseren van dingen die. Uh, en daardoor haal je de urgentie naar het nu ja. en kom je nu in actie. Ja, ik snap het. Bijna format wat je ja. zeg maar, beschrijft. Uh, voordat ik naar, onder, naar het ondernemersverhaal ook nog wil met jou, wat een prachtig verhaal is, uh, maar ik heb de laatste zeven jaar een beetje gemist. Dus dan wil ik nog even weten wat allemaal gebeurd is. Uh, is natuurlijk de hamvraag die ik nog niet gesteld heb: dus jullie zijn een bureau die impact wil maken. Maken jullie impact? Meet je dat? Ja, dat is uh, voor onszelf belangrijk, maar natuurlijk ook belangrijk voor onze opdrachtgevers. Ja. Je, je moet het aantonen dat het werkt, dat de investering ook uh, het waard is. Dus we zijn veel bezig met, met, met 0-1 metingen, met manieren om gedragsverandering te meten. Het is niet altijd eenvoudig om het effect van een campagne te isoleren. Um, maar wat je bijvoorbeeld zag bij, uh, bij, uh, bij Small Verliefd en bij Miss Nix, is dat we hebben uitgevraagd aan jongeren die de campagne wel, in de campagne niet hebben gezien, wat doet het met je, wat, wat beweegt je, maar ook um, ben je, ben je, hoe denk je nu na over app op de fiets. En dan zie je dat, uh, dat in het geval van die campagne, over ongeveer de helft van de jongeren die, dat, die die campagne gezien heeft, uh, thuis besproken heeft, dan ook zegt: Ik spreek met mezelf af dat ik dat vanaf nu nooit meer ga doen. Uh, dus dat meet je uit om, ja, om ook bewijsvoering te hebben, natuurlijk, van, van uh, dat, het, dat het het waard is. Wat ik nu ineens zit te denken, ik heb altijd een beetje het. het uh... Relatie met campagnes gehad. Hè? In de bureauwereld. Altijd maar van bang campagnes. En dan na twee maanden is de campagne weer voorbij en we gaan weer door. Is het risico heel erg. En dan pak ik maar even dit voorbeeld van mis niks. Dat, dat inderdaad, mensen hebben die video's, die campagne. Heel veel aandacht. Oh, ik ga niet appen. Drie weken later komt toch dat appje binnen. En een half jaar later is iedereen gewoon weer aan het appen. Moet je een campagne niet aanvullen met iets wat op continu niveau zorgt... dat het niet alleen gedragsverandering is even na de campagne... maar gedragsverandering is op de lange termijn? Ja, dit is een uh, heel goed punt en, en helemaal waar. Dus wij zijn veel bezig met hoe je het moment waarop je raakt... Hè, dat is in principe waar wij goed in zijn... Ja. om mensen te raken met een ja. emotie... om dat om te zetten tot langdurige gedragsverandering... Ja. en die koppeling te maken. Hè. Dus het moment van raken heeft een functie. Dat maakt dat je het gaat bespreken... dat het talk ja. of the town wordt, dat je het thuis over hebt. Maar eigenlijk wil je dat moment benutten... Om dan uh, op lange termijn een verschil te maken. Ja. Uh, het voorbeeld van verkeersveiligheid, we bieden daarbij bijvoorbeeld een app aan. Uh, download deze app, want die app blokkeert jouw inkomende gesprekken tijdens het fietsen. Op het moment dat het lukt om dat moment van raken, uh, jongeren te motiveren om een app te downloaden, die je inkomende gesprekken blokkeren tijdens al je komende fietstochten in de toekomst... Mm -hmm. dan gebruik je eigenlijk dat moment... om tot in lengte der jaren... hun gedrag op een positieve manier uh, te veranderen. Ja. Uh, nou, en zo zijn er andere voorbeelden... om na te denken van... hoe kun je dat, dat ene moment gebruiken... om op de lange termijn... Impact dat maken. laatste is denk ik wel het lastigste. We begrepen ook dat die app... zeg maar, als je kijkt naar de getallen... die jullie hadden campagne-wise... dat die app wat dat betreft... gewoon knap lastig was... Om echt grootschalig te laten downloaden. Dus ik kan me voorstellen, dat, dat is het, dat is het saaiste aspect misschien wel ja. van het hele proces, natuurlijk. Ja, ja. ja dus alternatieven zijn om uh, op een andere laag campagne te blijven voeren. Hè? Om continu aanwezig te zijn ja. met deze boodschap. Ja. Uh, de, vandaar bijvoorbeeld zo'n YouTube-serie waar we het net over hadden, om op continue basis dan aanwezig te blijven met deze boodschap. En die je doet herinneren aan die keer eerder in het jaar dat je ja. het uh, dat je echt geraakt was dat het met iedereen over had. Uh, uh, maar inderdaad, een, een, een eendags vliegcampagne gaat het verschil niet maken. Nee. Ondernemerslessen, het verhaal uh, in, kort behandeld in het eerdere gesprek wat je zeven jaar uh, geleden had, en ik weet niet of ik het al gezegd had, lieve beste kijkers, maar ik zal een link in de beschrijving uh, plaatsen naar die andere video, uh, is dat jij met je broer eigenlijk als kids al, zeg maar, daar is kimmietje al gepland toch? Want jullie maakten altijd zelf al filmpjes. Ja, wij komen uit de achterhoek en we waren. Kom je uit de achterhoek, in... ja? Zeker, zeker. Oh, dat hoor je me niet. Ben, ben je daar verbaasd? Mijn ouders komen daarachter. Nee, maar ik hoor, ik hoor geen accent. Het is ook inmiddels even geleden. Waar dan? Uh, ja, wij komen uit Zeddam. Dat is een blaadje ah. vlakbij Doetinchem. Ja, 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 ja mijn, oude, mijn ouders komen uit Ulft. Ah, kijk eens ja, ja. ja, maar totaal niet relevant, uh, best ja. kijkers. Zoals we... Maar oh, jullie ja, komen we de Achterhoek. En daar waren we altijd filmpjes aan maken. Elk vrij uurtje, elke vakantie, elk schoolproject uh, wat we konden. Uh, onze eerste lokale commercials daar gemaakt. Onze eerste regionale. Waren er maar twee broers of was er nog meer in de familie? Zeg maar nee, van? we hadden nog een oudere broer en ook een zus. Ja? Uh, die uh, werden uh, te pas en te onpas misbruikt om dan uh, als onze acteurs uh, te fungeren. Die waren en allebei ouders? waren allebei ouder. Dus jullie waren en wie was van jullie de oudste? Uh, Roel was ouder. Ja? Uh, Roel was vier jaar. Dus jullie waren de en, twee jongste broers. Ja. En jullie waren de filmmakers toen al nou eigenlijk. Ja. Maar op wat voor apparatuur dan? Ja, was dus dan we op... kregen een keer voor Sinterklaas onze eerste super VHS-camera. Ja, ja, ja. En dat was natuurlijk een flinke upgrade van die VHS-camera ja. die we eerder hadden. We hadden ook nog een boel op 8mm gedaan. Ja. Uh, maar ook onze eerste mengtafeltje en onze eerste edit set. En het waren allemaal grote investeringen. Uh, maar op een gegeven moment hadden we ons eigen studiootje daar. En uh, hij was 16 en ik was 12. En zo waren we bezig. En zijn jullie daarmee zeg maar gewoon doorgegaan richting bedrijf, of is dat nog een soort van studie of zo tussen gekomen? Ja, nee, zeker. Mijn broer is filmacademie gaan doen, Aha. met dank aan eigenlijk zijn tekenleraar die uh, in, uh, op een gegeven moment tegen hem zei: ga jij maar niet een schilderij maken, ga jij maar zo'n een film maken als dit examenonderdeel. En daar gaf hij een team voor. En vervolgens zei hij: Met deze film moet je toelating doen op de Filmacademie. Wij dachten dat is niks voor achterhoekers, de Filmacademie. Dat, dat is voor andere dat is mensen bestemd. Voor Randstedelingen. Uh, maar toen werd hij de, de, de jongste regisseur die ooit op de Filmacademie werd aangenomen. En uh, uh, ik ging voor hem produceren. En zo kwam onze carrière uh, vroeg op gang. Met dank aan uh, Maas, uh, deze tekenleraar, die dat uh, vroeg, uh, vroeg zag. Dus dat is ook een beetje de rolverdeling, zeg maar. De, de regisseur. Creatief en de producer, degene die het allemaal maakt, is dat nog ja, steeds? Nou, beetje... Zeker in de eerste jaren was dat de echte rolverdeling: regisseur, uh -huh. uh, producer. Uh, inmiddels is uh, Roel uh, de creatief leider van onze creatief tak. Dus hij ontwikkelt, uh, bedenkt concepten. Uh, regisseert niet meer zelf, maar leidt uh, onze, onze concepting tak op creatief level. En ben ik wat meer uh, de zakelijke, uh, leid ik wat meer het zakelijke deel van het bedrijf. Dus die, die, dat is ook waarom het goed werkt als broers. We zijn heel complementair naar elkaar. Uh, en vertrouwen elkaar helemaal door en door. Maar uh, het, het belangrijkste is dat we ja, allebei andere dingen goed kunnen. Zijn er moeilijke tijden geweest als ondernemer? Nou, kijk, um, uh, we hadden het straks over die switch van een commercieel bedrijf dat uh, uh, reclames maakt die de wereld overgaan naar een uh, bedrijf dat impact wil maken met diezelfde instrumenten. En dat is natuurlijk niet makkelijk, want uh, eigenlijk zeg je meteen tegen je uh, broodwinning nee. Hè, op het moment dat die grote bedrijven komen, dan wil je dat eigenlijk niet meer doen. En aan de andere kant is er nog niet meteen zo dat uh, de grote uh, bedrijven uh, klaarstaan om meteen grote impactprojecten bij je neer te zetten. Mm. Dus dat voelde wel als. Uh, en, en tegelijkertijd, je begint het bedrijf ook niet als start-up. Je hebt toptalent bij je werken. Daar mm. werkt inmiddels 15, 20 hele goede mensen met goede salarissen. Die heb je echt in dienst. Ja, die ja. allemaal ambitieus zijn en, en uitgedaagd willen worden op hun gebied. Um, dus daar heb je een verantwoordelijkheid naartoe om te zorgen dat die met hele bijzonder, bijzonder werk bezig blijven. En een cashflow nodig om de salarissen te betalen. Precies. Ja. Dus eigenlijk die, die switch was niet eenvoudig. En hm. uh, uh, We zijn inmiddels vijf jaar verder. Nu, nu denk ik dat uh, ja, dat we echt met 100% van ons werk hiermee bezig zijn. Maar daar zat natuurlijk een periode ja. dat, je, ja, dat je omzet in eerste instantie wat om naar beneden gaat, dat je ook ja. wel zorgen maakt en de balans zoekt van, ja. van uh, 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 ja, hoe gaan we dit goed doen. En als je naar de toekomst kijkt, hoe ziet hij er dan uit? Nou, we hebben eigenlijk als doel gesteld, en dat ook wel in navolging wat je straks zei: van het economische model, uh, uh, lijkt erop dat alle bedrijven als doel hebben om. Uh, Winst te maximaliseren en zoveel mogelijk groei te maken, uh, dat is niet ons doel. Groei is niet ons doel. Wij vinden eigenlijk de huidige omvang van ons bedrijf een uh, hele mooie omvang. We hebben wel als doel om onze impact te vergroten, om te zorgen dat we op de grote thema's ja. uh, dingen doen die daadwerkelijk een verschil maken. Uh, dus dat is waar we naar op zoek zijn. Van hoe kunnen wij uh, op de grote thema's uh, die in de wereld spelen uh, van bijvoorbeeld nationale impact naar internationale impact. of van korte termijn impact naar lange termijn impact. En dat is ook hoe mijn eigen rol geëvolueerd is. Ik leid niet meer operationeel bedrijf. maar ben continu aan het zoeken. waar kan creativiteit hier het verschil maken. op een wat, wat hoger level. En eigen initiatieven daarin dan doen. Want je kan wachten op een opdrachtgever. maar je kan natuurlijk ook op een gegeven moment zelf. de grote broek aantrekken en. Uh, en iets zelf. Gaan doen. Even los van even het financiële probleem, wat misschien meteen reist, maar ik kan me ja. voorstellen dat jullie gewoon ideeën hebben om waanzinnige impact te maken, maar er is nog geen klant. Ja, nou ja, je begeeft je in ieder geval. Uh, we merken wel dat uh, achteruit zitten en wachten tot uh, de projecten op ons pad komen, dat kon in de reclame wel, maar dat kan hier niet. Nee. Um, uh, je moet continu volsprieten hebben waar wat er in de maatschappij leeft, maar ook waar creativiteit een verschil kan maken. Er zijn onderwerpen waar uh, het ministerie de ministeries met hun handen in het haar zitten dat ze niet weten wat ze kunnen doen terwijl door in die doelgroep te duiken en creativiteit te laten spreken je wel het verschil kan maken en dat is waar wij uh, op kunnen en willen werken dus daar moet je een beetje ja een beetje voor lobbyen een beetje je best voor doen maar er zijn zeker projecten waar we die we nu eigenlijk zelf initiëren op een gegeven moment financiers bijzoeken uh, omdat we ja. weten dat het nodig is ja. um. Komen er wel eens potentiële kopers uh, om de hoek uh, voor jullie bureau? Want ze zijn natuurlijk in jullie wereld geconsolideerd uh, 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 behoorlijk. Ik kan me ja. bijna niet voorstellen dat er nu nog bij jullie iemand aanklopt. Ja, dat, dat gebeurt ook wel eens. Maar uh, uh, het, het is nog... En dan gaan we ook wel eens het gesprek aan. Maar dan merken we dat... Kijk, ook bij bijvoorbeeld de grote reclamebureau netwerken is het zo dat iedereen wel voelt van... Uh, ja, wacht even. Uh, uh, duurzaamheid en gelijkheid. En dat zijn de thema's van de toekomst. En daar willen wij ook op voorop lopen. Dat zetten we in onze mission statements. En uh, daar hebben we specialisten bij nodig. Nou, Dan komen ze misschien bij ons uit. Uh, maar wij willen, ons doel is, onze impact vergroten. Wij willen niet uh, anderen gaan leren hoe wij het doen. en daarmee uh, onze tijd verkwanselen aan uh, onze impact verkleinen. Uh, en anderen een klein stapje verder helpen. Wij, willen, wij zoeken partners, wij zoeken bedrijven, wij zoeken mensen die ons ja. het, het voetje geven om op een nog hoger level te doen uh, wat we nu doen. Hm. Uh, en tot nu toe hebben we die oprechtheid van een club die, uh, die daadwerkelijk net zo all-in wil gaan als wij uh, nog nooit gevoeld. Misschien moet je hem zelf bouwen dan. Vooralsnog zijn we daar uh, en de, 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 zo voelt het ook. We zijn een, ja, een ja. familiebedrijf. We hebben, ja. we zijn onafhankelijk. We hebben tot nu toe alles met altijd met eigen geld gedaan. We hebben, we, hebben, uh, uh, we zijn ontzettend trots op wat we gebouwd hebben. Ja. Uh, een van onze uh, adviseurs zei ooit: als je ondernemer bent, dan moet je uitkijken dat je niet in dienst komt te staan van je bedrijf. Het bedrijf moet in dienst blijven staan van jou. En dat is iets wat ik altijd uh, gekoesterd heb. Uh, Luister goed naar je eigen intrinsieke motivatie. En hoe moet je bedrijf veranderen? Uh, wil jij zelf zeggen: Dit wil ik tot mijn pensioen blijven doen? En dat is eigenlijk wat wij hebben geprobeerd te doen: ons bedrijf veranderen. Dat het weer past bij waar wij zelf voor staan. Op een manier dat ik mezelf dit tot mijn pensioen zie doen. Prachtige les. Dankjewel, Bas. Graag gedaan. Dankjewel, Dankjewel voor het kijken naar een mooi gesprek, tenminste, dat vond ik. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. En voor beide kanalen geldt abonneer je op CVD-TV en dan mis je helemaal niks meer. En ik zou het ook hartstikke leuk vinden als je een reactie onder deze video of een review achterlaat op het podcastkanaal. Want dan ik hoor en lees heel graag wat jullie ervan vinden. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. ¡Hoy!